allemaal. Hoi. In deze video gaan we bananen openmaken. Niet zomaar bananen. Banana's. Het zijn banana's en erin zit een verrassing en we hebben dit nog nooit eerder gedaan. We hebben dit gekregen van Boti Europe en ze zijn vanaf eind januari te koop. Ik weet niet wat ze gaan kosten, maar over een minuutje weten we wel wat erin zit. Welke kleur gaan we eerst openmaken? Geel of het zakje. Ik dacht dat je ging zeggen, geen idee. Geel of het zakje. Oh ja, ja, het zakje. Ik ben natuurlijk benieuwd wat er in het zakje zit. Ik dacht even dat het zo'n gaatje is waar je een rietje moet doen. Waar is de achterkant? Even kijken hoor. Maar nu vraag ik me af of je dit dan zo koopt in de winkel. Of dat je dan... Nee, want anders kan je gewoon lezen of je ziet er zelf aan. Oh. Uh-oh. Daar zit dus een super zeldzaam in. Hier zit een super zeldzaam in, zeg jij. Kijk de voorkant, die hebben hun ding. Dit is een speciale banaan. Een speciale banaan. Nou weet je, we gaan beginnen met de gele. En daarna gaan we deze twee vergelijken. Je ontdekt hoe je de banaan open kan maken. Je moet hem echt pellen als een banaan. Nou, ik hou hem vast. Misschien kan jij dan proberen om de banaan te pellen. Oeh. Ja. Het ziet er ook echt uit, hè? Zo van zo'n bananenschil die dan zo blijft hangen. En dan is dit een banaan. En er zitten dus blind bags in. Ik dacht dit meteen een poppetje of zo. Eén. Eén. Ja. Twee. Ja. En drie. En drie zakjes. En een kaart. Hoe zullen we eerst de kaart bekijken? Ja. Wat krijg je? Ja. Ik heb hier een hele enthousiaste dochter bij het zien van deze kaart. Kijk, ze zag meteen een favoriet. Wat is dat? Het is een spin. Ik wist niet dat ik een spin leek zou vinden. Ja, maar... Oh, ik wilde zeggen lizard, maar... Hij heet Ariana Spider. Ariana Spider. Maar er staat bij BFF Lazy Lizard. Dat is dus de beste vriend van deze waar spin. Waar staat Lazy Lizard? En Lazy Lizard. Een lizard is een hagedis. Oh, er is een unicorn! Unicorns blijven nog steeds populair volgens mij. En dit kijken. Is oh, dat zijn de specials. Serie 1. Niet. Dit is serie 1, hè? Ja, serie 1. Nee, kijk, ja, dit zijn de specials. Ultra Rare, zie je? Ultra Rare en Extreme. Lucy Leopard, Andrew Monkey. Zijn dus allemaal diertjes. Princess Spy Unicorn, zie je dat rechtsboven? Ja, maar deze is nog zeldzamer. De sterretjes zijn zeldzamer. Dit zie je. Dit is zeldzaam. Hartjes zeldzaam. Dit is, sterretjes. Ultra zeldzaam. Uiterst. Ja. Uiterst zeldzaam. Is dat dan beter? Wat zeg je? Is dat dan beter toch? Ja, dat is zeldzaam. Een sterretje is het meest zeldzaam. Dus dan is die het meest zeldzaam. Galdra. Wat we nog niet hebben gezegd is dat de banaan ook echt een geurtje heeft. Ik vind dat die ruikt naar bananensnoepjes. Jij vindt het een beetje een apart geurtje. Ja. Waarom zit hier een gat? Ja, dat weet ik niet. Misschien wordt dat ook nog duidelijk. Weet je, we gaan gewoon de zakjes openmaken. En, zoals we zien, zijn de diertjes super klein. Dus je kan ze makkelijk in de banaan doen en meenemen. Dat zou wel heel erg leuk zijn. En jij mag nu het eerste zakje kiezen. Dit is het poppetje, dus die doen we het laatste. Een diertje. Ik denk dat allemaal diertjes zijn. Een kleine doen. Deze? Dit voelt heel erg vreemd. Het is heel erg klein. Ik scheur hem open. Je haalt het eruit? Ja. Oké, even. Teamwork. Zo. Wat is dit? Steentjes. Is dit een lizard? Nee, het is wel een diertje. Maar wat moeten we dan met die steentjes? Versieren. Er zit nog iets in, iets geels. Dat is denk ik het BFF. Nog een beestje. Dit ziet eruit als een appeltje. Een geel appeltje met een gezichtje. En wat is dit dan? Dat weet ik niet, een besje of zo? Ja, ik denk dat het eten is voor het diertje. Dan gaan we nu het tweede zakje openmaken. Ik heb hier een nagelschaartje naast me. Dat is misschien wat gemakkelijker. Oeh! Oh, dat is waarom er een gat zit. Wat dan? Moet er toch in, toch? Wat is het dan? Nou, dit is... Oh, laat maar. Kijk, dit is... Wat is dit dan? Ja, voor een aapje of zo. Dan hebben we een aapje. Ja, als leg het even aan de kant. Kijk, en dit is een sleutelhanger. Die kan je zo openmaken. En dan kan je dus die banaan ergens aanhangen. Er zit nog iets in. Wat is dat? Ja, ik weet het niet.
We gaan gewoon verder met het diertje en dan wordt het waarschijnlijk vanzelf duidelijk. Deze glittersteentjes hebben we ook nog. En ik wilde zeggen, er is er eentje kwijt daar rechts beneden, maar dat is denk ik het paarse steentje wat verschoven is. Dus we zijn in ieder geval geen steentje kwijt, maar ik weet niet wat we ermee moeten doen. Ben jij klaar voor ons allereerste bananas diertje? Zeker weten. Ja? Ja. Oké. Heel erg. Dan gaat dit nu open. Zo. Wat is oranje. Dit? Wat is het? Ah. Oh, het is in ieder geval, volgens mij is het een draakje. Het is een kameleon. Ik wil net zeggen, of een hagedisje. Een kameleon. Heb je gevonden? Hier. Candice Chameleon. En jij had een vriendin van Ariana Spider gevonden, hè? Ja, hier. Lacey Lizard. Is eronder. En ik heb ook Terrence Turtle beste vriend gevonden. Pipo Panda, die zit aan de andere kant. Laten we onze kleine chameleon eens goed bekijken. Ze heeft een hele mooie print in haar gezichtje. Ja. Oranje is ze. Ik zeg maar dat een zij is met... hoe noem je dit? Hanekam. Chameleonenkam. En dit is dan de staart. En ze is zacht. Je kan er zo in drukken. Een beetje zielig. Een beetje squishy. En jij had wat ontdekt, hè? Laat maar zien. Met dat blad en dat, ik weet niet hoe ik dat zeg, dat sliertje. Ja. Die kan je aan elkaar vastmaken, want hier zit zo'n clipje aan vast. En dat kan je dan erin klippen. En dan heb ik ook iets ontdekt. Want, is het een gaatje? Ja. Ja. Dan kan ze opgezet worden. Ja, maar waar haal je dit dan aan vast? Ja, dat weet ik dus niet. Nou, maak jij deze bananen open, pellen maar. Hoe zal dan roze banaan smaken? Bananen worden trouwens heel erg vaak bij ons in huis gegeten, elke dag. 1. 2. 3. Ik vind net nog deze sticker op tafel. En die sticker behoort natuurlijk nog tot onze chameleon. En ik heb geen idee. Hij is wel heel erg schattig. Ja, maar kwam dus niet uit een zakje. Ik denk bij de kaart. Dus moet je zo meteen maar even kijken of daar ook een sticker bij zit. Bij de kaart. Ons beestje. En weer twee van die voedseldingetjes, denk ik. Voedsel eerst. We hebben nog geen sticker gevonden. Dus waarschijnlijk zit hij dan hopelijk in een zakje. En hier zit in iets blauws en iets geels. Dit is volgens mij een trosje. Ja, dat is een trosje. Een trosje. Bessen. Bessen of zo, druiven. En er zit nog iets geels in. Dit is volgens mij ook zo'n appel. En de stickers. En weer van die glitterstickertjes. Maar wat moeten we daar nou mee? Ik bedoel, het is leuk, maar mag je dan de banaan versieren? Is dat het misschien? Misschien. Oeh, en ik zie al wat dit is. Vertel, het is een... Het is volgens mij een persik. En hierin zit dan waarschijnlijk weer iets om het diertje aan vast te maken. Ja, deze keer is het oranje. Oranje. Waarschijnlijk kan je ze allemaal ergens aan bevestigen, maar... Waaraan? En dan is dit weer om het beestje dan erop te zetten. We hebben nu Lacey Lizard, een luie hagedis. En we hebben Candice Chameleon. Yeah. En nu ben ik heel benieuwd wat er in de super zeldzame zit. Of de zeldzame. Dus eerst maar die wikkel er vanaf. Even kijken op welke ik hoop. Ik ga een kaart pakken. Ik heb die andere bananen even aan de kant gezet, zodat het wat rustiger is op de achtergrond. Op welke hoop jij? Ik hoop eigenlijk, had je iets verwacht? Ik hoop niet op die. Wat dan? Op welke ik hoop op de monkey en de unicorn. Het aapje of de unicorn? Je zal denken dat ik hoopte op de ultra rare. Bel de namen open. Wat is dat? Het ziet er meteen anders uit. Meteen dit zien. Huh? Is het een hoedje? Geen idee. Zie je? Geen idee. Er zit niks in. Nee. Nou, dan heb je 1, 2, kaart, en 3? 3. Dus het enige wat anders is, is dan dit kartonnetje. Is er per ongeluk in beland? Nee. Ik had verwacht dat dezelfde kaart erbij zou zitten. Oh nee, dat is wat je dacht. Het is een hele andere kaart. Er zit allemaal super ultra rares bij. Met een Petals Kijk naar de unicorn. Die is zo leuk. Die is, ik ga eerst het voedsel, en ik denk dat dit voedsel is, gaan we openmaken. Iets blauws. Watermeloen? Watermeloen. We hebben het eten even omgedraaid. En als het goed is, zie je dan dat gezichtje met die voelhoorntjes.
Ja, wat is het? Een watermeloen. Watermeloen, pizzapuntje. In ieder geval is het grappig. En er zit nog iets groens in. Deze is groter. Een peer. Dit is sowieso een peer. En ook hier weer van die mooie glitterstickertjes. Waarvan wij nog steeds niet weten wat we ermee moeten doen. Ik denk op de banaan. Okay. Ik twijfel of ik dat ga doen. Nou ja, ik zou eerst... Ik vind de banaan heel erg mooi. Kijk, deze is zeker weten heel erg mooi. Met die sterren, hè? Ja. Nou, ik zou gewoon maar even wachten tot je ziet in andere video's wat de bedoeling is. En daarna mag je natuurlijk je eigen keuze maken. Nou, dit zit dus ook overal bij. Dat is om het diertje op te zetten. En inmiddels had jij al uitgevogeld hoe je dit in elkaar zet. Zo. Ja. Nou, dan wordt het tijd voor ons speciale diertje. Waar is die? Waar is die? Is die? Ben ze aan het voelen, want ik kan niet zien. Maar die is hier. Hier is daar. Ja, ik ga nu het zakje openknippen. Ik ben heel en de kleur... Oeh, hij is knalroze. De kleur is roze, knalroze. Heb jij dan een idee? Nee. Nee? Nou, kijk, daar komt ze. 1, 2... Oh, het is volgens mij een unicorn. Echt? Oh, daar ging ze. Nee. Oh, nee. Wie? Het is een kittycat. Kittycat. Of een wasbeertje. Oh, we hebben Choco Cat. Ik zie het al. De beste vriend is Ellie Elephant. Dat is mijn lievelings, Ellie Elephant. Nou, dan heb jij alvast Choco Cat te pakken. En dit is dan Choco Cat op haar blaadje. Ik denk dat het blaadje is. En met haar sticker. Kijk en wat schattige oogjes. Hele schattige oogjes en sterretjes op haar wangen. En dit zijn nu onze allereerste bananasdiertjes. En iets zegt me dat het niet onze laatste diertjes zijn. Nee. Super schattig. Ja, ik weet op dit moment niet wat ze gaan kosten. Ik hoop maar dat ze niet te duur zijn. Want dit is natuurlijk wel een heel erg leuk cadeautje. Jij hebt ontdekt, mijn dochter heeft ontdekt, wat je met de bananen kan doen. Je kan ze namelijk... in elkaar steken. Want je weet ook, aan de klikken, andere kant... Ja, hier zit een gat. En daarin past dit cirkeltje. Moet wel een beetje kracht zetten. En dan kun je er dus een, hoe heet dat bij bananen? Een bananentros maken. Een tros bananen van maken, ja. Terwijl mijn dochtertje de andere diertjes naar bed brengt in hun bananenhuisjes, laat ik zien hoe je zo'n bananenschil weer dicht kan maken. Je moet van onderaf beginnen, heb ik ontdekt. Dus als je dan begint met dichtdrukken, en zo naar boven toe, en dan deze moet hierin vallen. En dan zo aandrukken. Ho, zie je? Deze kant zit nu dicht. Mijn ook. En de andere kant bij jou ook. Ja. Kant. Ja, zit nu. Tot zover deze video. We hopen dat jullie hem leuk vonden. Voor nu. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag! Dag.